Wegenwacht Wouter, met een kijkje in de toekomst. Je hoort in de media tegenwoordig zoveel over elektrisch rijden, dat ik me afvraag wat wij in de toekomst allemaal voor auto's rijden. Kunnen wij over 10 jaar alle autonoom rijden? Of misschien zijn er helemaal geen auto's meer? Ik heb een goed idee. Ik vraag het gewoon aan onze leden die met pech staan. Muziekkabel kapot. Even van auto een andere gemonteerd. Wat voor auto rijdt u over 20 jaar? Geen idee, echt niet. Wat voor auto rijdt u over 10 jaar? Nou, ik hoop dezelfde. Of hetzelfde merk. Wat voor auto rijden jullie over 10 jaar? Nou, ik heb zitten denken, ik ben eigenlijk altijd Kia Hyundai rijder geweest. Mij betreft dezelfde. Ik heb toch wel mijn ogen een beetje laten vallen op de Polo. Ik denk een Kia. Sportief, compact, het ziet er stoer uit en nog steeds jong. En voor een vrouw alleen is dat een hele goede wagen. Rijdt u over 10 jaar voor motor? Ja, wat denk je zelf nou? Een elektrische Golden. Als een... Nee joh, gek. Iets ouds, iets robuust. Zolang ik een goede auto erbij heb, neem ik altijd een oude auto gewoon voor de gezelligheid mee. We hadden het daar net over. Ik zou best wel elektrisch willen gaan rijden. Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het elektrisch is. Ik denk een Tesla. Oké, volledig elektrisch. Nee, dat is een beetje. Ja, dat is een half. Dus dat zal iets van een Tesla zijn, denk ik. Verwacht ik. En dan zelf niet meer sturen. Oh, ook autonoom al? Over 10 jaar? Ik denk wel, ja. Ja. Nou, deze zak voorlopig nog maar niet wegdoen. En deze wordt in de toekomst misschien wel belangrijk. Dan mag ik u een vraag stellen? Ja. Wat rijdt u over 10 jaar voor auto? Nou, ik denk geen auto meer. Er is ook geen autostep.